beetje veel. Er is niemand die ik meespeel. Ik ben de zusje van de reuzen, dan, toen, ooit en nu. Die zijn hele grote reuzen, maar ze willen nooit met me spelen. Ze zeggen dat ik daar nog te klein voor ben. Misschien is dat ook wel zo hoor, maar ik vind het niet eerlijk. Ik ben eigenlijk wel echt moe. Het kost dus ook een beetje saai om mee te spelen. Dat doe ik al iedere dag. Ik ben plotseling ineens heel erg moe geworden. Ik wil wel een beetje slapen. Ik doe gauw de luiken toe. Luiken zijn gewoon ogen hoor. Zo. Lekker slapen in de zon. Hey. Nou, snurk. Nee. Toch maar niet. Verder slapen. Nou hoor ik het weer. Ik ben toch niet van de domme? Dat snurkbrommen is niet voor mij. Wie is die luidluchtige brombij? Ik hoor het wel hoor. Het zit hier vast en zeker heel vlakbij. Nee, vast wel niet. Weer een beetje slapen. Maar nou hoor ik het toch dat ik het zeker weet. Ik ga op zoek. Haha. Ik weet wel wie er zo snurkt. Het is natuurlijk niet de gouverneur. En ook niet mijn broer. Ik zie niemand. Het is ook niet de hofdame, denk ik. Haha, ik zie al wie het is. Het is Ridder Graniet. Ja, hij slaapt. Zie je dat niet? Hij mag niet slapen. Hij moet de grenzen bewaken. Opletten. En rondjes maken. Weet je? Ik ga hem zachtjes wakker maken. Ik heb een beter idee. Haha! Ik ga hem wakker maken. Dan kan ik tenminste met hem spelen. Hij ligt daar maar te snurken en te snurken. Hier, en Kos met de snor zijn ridderpaard. Staat daar maar te wachten. Nou, ik ga eens even naar de roze kasteel rennen. Het is heel ver. Maar ik ben toch niet snel moe hoor. Voordat ik een reuzenkind ben. Graniet slaapt mooi verder. En ik ren helemaal naar de roze kasteel. Het is heel hard lopen hoor. Ja, Ridders Graniet, die moet ik toch op een goede manier wakker maken. Hij ligt altijd zijn middagdutje te doen in de zon. Maar dat moet niet hoor. Hij moet het land bewaken, dat zegt de gouverneur. Nou. Ja, daar is het. Ik ben er bijna. Zo, bijna ben ik aangekomen bij de roze kasteel. Zie je wel? Daar boven dat raampje is mijn kamer. Zo, nu ga ik naar binnen door de achterdeur. En wacht maar eens even, Ridder Granietje, wat ik ga halen om jou wakker te maken.
heb de bel meegenomen uit de gang van de Roze Kasteel. Ik had het wel eventjes gevraagd aan de lakei en het mocht. Haha. Ik ben ondertussen ook even een lekker ijsje gaan halen. Kijk maar, hier is de bel. Die heb ik helemaal meegenomen. Zo. Sst, nou ben ik er bijna. Met de bel en het ijsje. Zachtjes lopen voordat hij nog niet wakker wordt. Let op wat ik nu ga doen. Hij wordt niet wakker. Hij slaapt gewoon verder. Oh, nog eens een keertje bellen. Huh? Hij wordt nog niet wakker. En nog niet wakker. Snap er niks van. De bel is zo'n harde geluid. Misschien wordt hij wakker van het ijsje. Hij likt eraan. Zie je dat? Ik ook. Hij wordt nog niet wakker. Hij zit wel in hele diepe slaap, zo te zien. Hey, nou snap ik het. Hij heeft de gras in zijn oren. Even eruit halen, want dan zal hij de bel wel horen. Ja, het lukt! Oh, hij schrikt wel heel erg. Hij rent zomaar weg zonder mij te zien. Hij rent naar Kosse Ridderpaard. En met een grote sprong. Oh, mis. Kos schrikt zo hard dat Ridder Graniet eraan komt gerend. Ligt Graniet zomaar op zijn billen en met zijn gezicht in de modder. Kijk nou, hij zit helemaal eronder. Hij is wel heel erg geschrokken. Ik heb het niet expres gedaan dat hij zo hard ging schrikken. Maar nou heb ik tenminste wel een leuke dag al. Nou, Klootje doet nu zwaaien. Laat de boom maar waaien. Kijken jullie de volgende keer? Want dan ben ik er weer. Even een nieuw ijsje halen.